is dan, toch, of niet? Nee, het is wel F, maar omdat die bak dan in de buurt is. Moet je verwachten. Ja, dan gaat hij die bak weer in. En als je dan op F doet, dan val je naar beneden. Weet je, ik neem die gliding pack. Maar je viel ook heel raar dood, want het duurde nog 3 seconden voordat je neer was, zeg maar. Had jij dat ook, of niet? Ja, dat is een beetje raar, ja. Want je stond eerst, dus ik dacht eerst je hebt het overleefd, en toen viel je dood neer. Ja. Pup zou dat nooit hebben, bij Pup ben je in 1 keer dood. Ja, bij Pup heb je andere problemen. Dan schiet je op iemand, dan ga je achter een muur staan en dan word je alsnog doodgeschoten. Er is een tijd dat Pup het echt goed heeft gedaan en dat wij het echt helemaal kapot hebben gespeeld. Ja, en ik hoop dat dat ook weer terug gaat komen. Elke avond en elke middag gelijk gewoon altijd Pup en ook met Rickard toen. En met, hoe heet die, Pieter? Voor mij blijft Pup nog wel toch mijn favoriete spel, jongen. Ja, hoe het ook is bedacht en zo, Pup is echt top, maar ja. Op een gegeven moment was ik gewoon even klaar mee. Nee, je speelt het nu toch ook niet meer, of wel? Nee, van de week liep het niet zo goed. Maar dat lag waarschijnlijk aan Windows. Komt oh ja, nou ja. Als je zin hebt, kan je het zo proberen. Maar ik denk niet dat je dat gaat doen. Nee. Oh ja, ik moet het gesprek gaan daar houden, hè, zei je. Ja. Zeg eens even wat. Stel een vraag. Hey, Rick is er. Dat is geen vraag. Nee, Rickert! Ja, wat zou ik doen? Zou ik eruit gaan of zou ik een potje even afmaken? Die doe ik maar. Dat vroeg ik niet. Ik had net echt iets heel ergs, Rick. No. Ik dacht dat ik zo'n bakje in moest. Vergiste me. Toch ging je in één keer heel erg hard de verkeerde kant op. Ja. Maar je hebt het gezien. Nee, maar ik kan wel raden wat er kan gebeuren. Ja. Maar in ieder geval. Dus. Dat dus. En uiteindelijk. Toen. Wou ik dus dat bakje uit. Ik zag een auto staan. Ik denk, nou, mooi. Toen ging het bakje uit, toen ik de ladder pakken, ging die terug het bakje in. Want dat, die hitbox is blijkbaar heel groot. Toen dacht ik, nee shit, ik moet eruit. Toen viel ik naar beneden. Dat was het einde van het verhaal van Hans. Zo. Dat, ja, dat is kut. Geen happy ending. Rickert, zou jij hem op de achtergrond ook aan willen zetten? Oh. Waar moet ik heen? Ah, valt bij dit keer.
Nou, op zich best goed spul. Ik zou wel moos in willen, man. Kijk rechts van je. Ja. Yeah. Opgelost. Nou, wat is het plan? Die rondtak heb niet zo zin, hè? Het is even een gekke auto. Kom ik hier vandaan? Zo'n handvol. Of niet dan? Oh, daar staat daar iemand. Oh, ik flip ook gewoon die auto. Waarom staat iedereen gewoon stil? Ik heb Hakuna Matata. Ik wou zeggen, jij gaat niet gewoon verdwijnen. Had jij wat nuttigs? Nee. Wel LVOS. Nee, ik hou deze op. Pak mijn gepimpte Fiat 500. Pimpt Fiat 5. Die auto nou? Zie je spoken? Ik denk het. Ik kan erop schieten, een beetje kalf. Ja, yeah. Ik weet niet zo goed waar ik heen moet. Oh. Nu heb je map zien toch? Ja, nee, dat wel, maar ik... Gewoon, wat is slim. Hé, hey, je ligt goede help. En hij is dood. Ja? Nee, hij. Ah. Sorry, meneer. Oeh. Wat is dit voor een rare keuze van dingen meenemen? 8 keer scope, heb ik dat wat al? Nou, ik kan er wel op, maar... Nee, ik vind het 8 keer niet zo fijn. Geen enkel spel. Nou, valt tegen dan. Het is er toch weer een minder. Dat wel. Je moet met die SMG's schieten, man. Die zijn veel accurater. Die AR's moet je gewoon single. En dan gewoon met UMP bijvoorbeeld full auto. Hé, hey, ik hoor iets. Of hij is gestopt of het is heel vaag ver weg. En... Vind ik een glimp op van het geluid. En toen stond hij in een incarnatie. Ja, dat zou wel. Hé, hey, goed vest. Lekker dan.
Suppressé, bodyfuck. Oh, ik had al best veel granaten. Oh, twee bannetjes is één granaat. Hier, daar hoor ik dat ding weer. Het is toch niet een generator of zo? Ik voel. Ik zit nog steeds binnen. Weet ik wat heb jij gegeten? Rick? Rick? Ja. Rick heeft niet gegeten. Heb je niet gegeten? Trond. Ik kan je haast niet horen, overigens. Wat heb je gegeten? Chinees. Oh! Wat meen je? Ja. You lucky bastard. Ik ga wat granaten droppen, man. Ik moet gewoon kogels hebben. Dus. Die granaten in dit spel zijn toch ruk. Nou, nou. De enige die er goed mee is, is Rick. Maar die neemt er ook gewoon 10 mee. Ja, natuurlijk. Wel goed, hè? Hey. Ik hoor een schot. Rick zijn levensmotto, dus je kunt nooit genoeg granaten bij hebben. Nou, op zich zit er wel wat in, toch? Ja, het is ja, zo lastig als je wordt aangehouden. Ja, dat wel. Ja, of juist niet. Nee. Je kunt er wel een hoop mee oplossen. Opblazen. Ik dacht dat ik iemand gebukt zag zitten, maar dat is een hele rare schaduw. Hmm. Oh, ik haat dat als je... Ik vind één kant is relaxed als je binnen bent. Van de andere kant, op een gegeven moment dan... Kun je niet echt meer verder. Wat bedoel je? Nou, ik wil een beetje actie. Alleen ja, ik hoef niet verder. Kijk op de kaart, voor delen die zeg maar binnenkort wegvallen, dan ga je daar aan de rand zitten. Daar moeten mensen vandaan kunnen komen. Ja, yeah, hier heb je ook al die rare generatorgeluid. Volgens mij is dat echt een bug. Hey, ik hoor iemand schieten. Ik ga daarheen. Niet meer dat irritante geluid. Toch wel. Het geluid volgen we. No. Leave me alone. Er zit geen moos in, dat is wel jammer. Oh, geen moet... wat? Geen moos in. Die is goeie. Wat is dat dan? Sniper. Hm. Oeh, headshot. Ja, maar joh. Heb jij wat leuks? Heb jij wat leuks? Nee. Victorie.
Zo grappig dat loopgeluidje. Ook al verplaats je maar een halve meter gewoon terwijl je ingezoomd bent, dan hoor je gewoon het geluid van rennen. Toch weer terug waar ik was. Het zou leuk zijn als die hier uitgevochten gaat worden. Nog 22 man. Echt veel. Rick, yo. We gaan zo wel even winnen, toch? En dan gewoon met microfoon en Discord, zonder gezeur. Nee. Oh, wat was dat irritant, zeg. Ik ben zelf irritant. True. Pjeuk in mijn neus. Dat is vervelend. Die airdrops zijn nu kerstverpakkingen. Oké. Okay. En als je iemand doodschiet, dan wordt het een cadeautje. Terwijl ik blij zijn als kerst weer voorbij is. Hoezo, is toch leuk? Nee, ik wil het echt zo stom. Kerst? Ook. Hoe zou dat dan? Kerstmuziek. Ja. Echt dat. Ja, dat is wel. Hebben jullie geen kerstboom in huis? Nee, zeker. Nee, zeker. Jij denkt echt dat wij hele saaie mensen zijn. Daar zijn we ook daar niet van, maar. Dude, waar zit je? Hey, kort beschoten. But where? Is niet slim. Kom op, kun je flits zien. Zwek op zo de heli. Er zijn echt nog heel veel mensen. Ik heb het idee dat die eentje veel langer duurt. Dat zou kunnen. Maar dit is ook gewoon een heel saai potje. Hallo, er moet gewoon iemand zijn die mij nu ziet redden op dat dak. Bang. Ja, ze domme bakken zijn. Prepare to evacuate. Ja, daar komt die heli toch? Ja. Oh, dit gaat een einde worden, hé, nog 18 mensen. Ik zou gewoon het landje klimmen. Gewoon proberen. Ja. Fuck this. Maar dit kan echt wel gezellig einde worden. Als je het landje opklimt, zeg maar, als je in de helikopter zit, heb je dan gewonnen of heb je dan... Als je dan... zit, ben je safe, maar als je klimt niet. Nee, oké, maar ik bedoel als je binnen bent. Ja, dan heb je gewoon... Nee, er kunnen 4 mensen in. Dus dat is op zich wel geinig. Alleen, doorgaans laat niemand elkaar erin. Dat is
nodig. Ik ben ook wel zo eentje. Oh, ik zie wat. Een klein beetje afstand. Ja, dan weet ik niet of die gesproken is. Spoor kut. Hey, hij zit er nog, zijn wapen steekt uit. Rick is Red Dead Redemption leuk. Het schijnt heel goed te zijn. Ja, ik hoor ook wel goede dingen over. Alleen daar weer voor eenmaal aan de PlayStation of zo aan te schatten. Too much. Gewoon geduld hebben. Dan op de PC. Hij komt ja, op de PC. Wel, 2019? Ja, volgens mij iets van maart of zo hebben ze gezegd. Kom op, nog één keer, dan ben je dood. Niet healen. Maar het wordt hem niet weer? Niet zo. Holy shit, wij zijn de laatste! Nou, gooi nog een granaat. Dat heb ik niet meer. Oh. Ja, ik ben jou niet. Hé, waar is iedereen in één keer dood of zo? Hoe kan dat? Hoeveel mensen zijn er nog dan? Ja, nog twee. Nou, dan spring dan die heli in. Gewoon doen. Nog 60 seconden. Yo, ik heb... Nou, die gozer die moet toch dood zijn? Ik zal die heli inspringen. Doe maar, hè. 50 seconden voor die heli. Ja, dude. Of je springt... Ja, die gaat... Die moet toch aan de achterkant springen? Hoezo ren je niet naar de heli? Ja, dat schiet... Nee, ik zie nog iemand. Ik ga toch bij heel veel mensen over, hè. Ja, het is heel mooi dat... Hij is dood. Dat info-dingetje over ze. Klats tegen de muur. Oh, is niet zo handig. Volgens mij heb ik gewoon vrij spel nu om naar de heli te lopen. Hoeveel, toch vertrouw ik het niet, want er waren ze één. Maar, je wordt geschoten volgens mij, of niet? Dat ging heel raar. Want eerst waren er nog 17. En in één keer nummer 2. Maar ik heb hem gehaald. Hoppa! Oh, ik heb nu heel spijt dat ik deze achtergrond moest doen. Wat dan? Survivalist, skunk.